Lieve beste kijkers, welkom terug bij aflevering nummer 10 van Road to Top 100. En vandaag is het donderdag. Dan weten we waarom we er zijn. Omdat we natuurlijk Division Rivals en Weekend League Rewards hebben. Mijn eerste elite notering van dit seizoen. Het werd tijd, maar we hebben hem gehaald. En daarom hebben we dus voor het eerst dit FIFA seizoen een premium team van de week pakket. 3 player picks. En hebben we ook nog bij elke player pick een keuze uit 5 spelers. Straks ga ik jullie meenemen naar het zieke monster team dat ik heb gebouwd. Met alle dingen die we natuurlijk hebben gepakt. En gaan we daar ook een paar potjes mee spelen. En dan laat ik jullie zien hoe het speelt. Maar eerst gaan we de rewards openen. Ik kan niet meer wachten. Let's get it. Ja, daar zijn we dan. En we gaan meteen Division Rivals claimen. En we gaan het... We hebben andere beloningen dan vorige keer. Zie ik. We hebben een zeldzaam spelerspakket. En een zeldzaam Electrum spelerspakket. Of... 2 zeldzame spelerspakketten en 2 zeldzame Electrum spelerspakketten. Nou, we gaan gewoon voor de packs. We kiezen untradable. 4 pakketjes. Ik denk dat ik dan divisie 3 of zo ben geëindigd. Ik zou niet weten. Of divisie 2, rang 3. Maar goed, we gaan gewoon openen. En dan zien we wel of we hier iets uit kunnen krijgen. Vorige week packten we maar liefst 3 walkouts uit onze Division Rivals beloningen. Dan moeten we nu 3 keer een Brian walkout krijgen. En dat gaat heel moeilijk worden. Maar je weet het maar nooit. Je weet het allemaal maar nooit. Ik kijk even goed. Oh, dit is natuurlijk een tradable. Ik ben er niet bij, jongens. Ik ben er nog niet bij met mijn kop. Hup, dit verwijderen we. En dan gaan we door. Untradable rewards dus. Even de club weer stacken voor SBC's. Dan is dit ook niks. Nou... zeldzaam elektrisch spelerspakket. Tot nu toe allemaal niet veel. Pedro. En Plea. Die mogen weg. En dan hebben we 2 50k pakketten. Laten we hopen dat we misschien iets leuks hieruit kunnen krijgen. Je weet het maar nooit. Het kan allemaal. Het is in ieder geval een border speler dit. Dit is een team of the week speler. Bro. Hoe noem je iemand die uit Togo komt? Is dat een Togoiaan? Een Togees? Of een... Hey, als jij weet hoe je iemand die uit Togo komt noemt, laat het weten in de reacties. Ik ben er nog niet over uit. Een Togoer misschien. Nou, we hebben in ieder geval iemand uit Togo. Togolees? Ja. Togolees, oké. Okay. Interessant, interessant. We hebben weer wat geleerd vandaag, jongens. Iemand die uit Togo komt, noemen we een Togolees. Nou, dan weten we dat ook weer. Dan hebben we deze snel verkocht. Die... inform kunnen we houden voor een eventuele SBC die er aankomt waarbij je een inform nodig hebt. En dit is 52k pack, weer een border speler. Is het dan nu wel een walkout? Nee, maar het is weer een inform. Het is nu een uit, is dat Cameroen? Volgens mij is dit Cameroen. Toko Ekambi van Villarreal, 82 rated. 2 informs, die zijn altijd prima. Zo, en Bruno, zo. Toko Ekambi, Bruno Fernandes 85, Miranda, Champions League Pablo Sarabia en 82 Inaki Williams. Dat is een heel aardig pakket. Inaki Williams kunnen we wel gebruiken op de bank, de rest kunnen we voor SBC's gebruiken. Zijn we hartstikke tevreden mee. Mogen we absoluut niet over klagen. Lekker gevarieerd pakket ook, Informpie, Champions League, normale kaartjes, altijd leuk. Dan zitten we ook bijna op 1 miljoen coins. Daar gaan we het straks meer over hebben. We gaan eerst snel de weekly rewards claimen. En laten we hopen. Oh, ik klik het door. Ik ben te gretig, jongens. Ik klik het door. We hebben Elite 3, dus we krijgen er ook geld bij. Deze laten we nog even staan. We hebben nu 1.064.000 munten. En dan pakken we heel eventjes het team van de week erbij. Team van de week 7. Met natuurlijk 1 echte ster. Onze linksbuiten. Kylian Mbappé met een dynamic image waar je heel veel tegenstanders gek mee gaat maken. 5-star skills, 4-star weak foot zoals iedereen weet. En hij is linksbuiten dus, ja. Statistiek zegt genoeg. Iedereen wil deze rode Mbappé in zijn team. Fabinho is verder nog een interessante speler om in je team te hebben. En ik denk dat het daarbij... ja. Ik denk dat het daarmee wel ophoudt. Kelvin Stanks natuurlijk altijd leuk om een... ploeggenoot van Jong Oranje in het team van de week te hebben. Dus die zou nog leuk zijn om te krijgen. Bellarabi en Saul. Misschien interessant. En dat is het dan denk ik. Nou, we gaan naar de player picks. 3 player picks. We hebben dus nu de keuze uit 5 spelers. Omdat we elite zijn geëindigd. En laten we hopen dat we iets moois eruit kunnen krijgen. De eerste. Pulisic. Pulisic is de beste denk ik.
Yazici, Bakayev, Balanta, Mitrovic en Pulisic. Gaan voor Christian Pulisic. Prima kaartje. Ik weet niet of ik hem ga gebruiken. Waarschijnlijk niet. Maar goed, dan gaan we voor de tweede. Wordt het iets moois? Vida Pulisic. Nee, niet veel mooier. We pakken Domagoj Vida. Domagoj Vida. Knipoog Kroaat. Mag gewoon in ons ploegje komen. Huppakee. En dan de laatste. Is het iets interessants? Stanks. Oh ja, dat vind ik dan wel een moeilijke keuze. Gaan we voor Karim Bellarabi. Omdat hij 84 rated is en prima statistieken heeft. Of gaan we voor Kelvin Stanks, omdat het Kelvin Stanks is. 4-star skills. Ja, ik ga Bellarabi toch niet gebruiken. Ik ga lekker voor Kelvin Stanks. Die mag in de ploeg komen. Leuke kaart, rode Kelvin Stanks. En dan gaan we naar onze twee pakketten die we nog hebben klaarstaan. 100k pakket en een premium team van de week pakket. We beginnen met 100k pakket. Is het iets moois? Het is in ieder geval een borderspeler. Dat mag je ook wel verwachten. Het is geen walkout. Dat is jammer. Een Braziliaan. Een center mid. Artur Melo. Van Barcelona. Ja, dat is niet ideaal. Maar goed hè. We kunnen niet alles hebben. Sergio Pat. Nog een teamgenoot gepakt. Deze slaan we op. Deze bieden we aan. Deze bieden we ook aan. Bergwijn kunnen we nog wel aanbieden, denk ik. Even die Duitse spelers op de transferlijst zetten, want die verkopen denk ik wel. En dan dit quicksell. Hebben we toch weer 8000 munten erbij. Dan gaan we richting de 1,1 miljoen. En we hebben nu het Premier Team van de Week pakket. Ons eerste Premier Team van de Week pakket van het seizoen. Omdat we voor het eerst Elite hebben gehaald. Mbappé en Fabinho zouden heerlijk zijn. Maar ik weet niet of we daarop mogen hopen. Laten we gewoon hopen dat het in ieder geval een walkout is. De borden gaan open. Het is geen walkout. Oh jongens. Het is een disaster. Het is Mitrovic. Poh, wat een matige rewards heb je dan eigenlijk hè. Speel je er een heel weekend voor en dan krijg je dit. Maar goed hè, vorige week hadden we Griezmann untradable. Ja, dan kan je er eigenlijk ook niet van uitgaan dat je iets goeds gaat packen. Maar goed, we zetten ze op de transferlijst, we slaan ze op. En dan jongens, ga ik jullie mijn team laten zien. En je ziet dat ik heb nog een miljoen over. Kijk niet naar de teamnaam, ik heb het even Özil Objective genoemd. Omdat ik die aan het doen was, die heb ik trouwens nog niet voltooid. Maar dit is het team en dit is natuurlijk een prachtig team. Met first owner Antoine Griezmann. First owner Kylian Mbappé. En we hebben de enige echte GOAT Lionel Messi gekocht. 4-star, 4-star. Ja, tot nu toe de beste speler die ik heb gebruikt in FIFA 20. Topkaart. Ja, bevalt me ontzettend goed. Son is in de ploeg gebleven. Is als een van de weinigen overgebleven met Ter Stegen, Varane, Mendy. We hebben Semedo voor de Superlink met Messi en we hebben Sissoko er nu nog in staan. In-game speel ik momenteel 4-2-3-1 met Sissoko Kante controlerend. Son op links, Griezmann op rechts, Messi op 10 en Mbappé in de spits. En ik speel 4-4-2 met Mbappé en Messi in de spits, Son op links en Griezmann op rechts. Maar we hebben natuurlijk een miljoen coins en we hebben Sissoko en die wil ik gaan vervangen. Die wil ik gaan vervangen voor een icon en er zijn een aantal opties. Optie 1 is 88 Clara Seedorf. Optie 2 86 Gullit. Optie 3 85 Eschen. Optie 4 86 Gullit. En dan hebben we nog optie 5 88 Petit. Dat zijn eigenlijk de 5 opties voor controlerende middenvelders rond de miljoen coins. Laat even weten in de reacties wie jullie voorkeur geniet. Welke speler van die 5 vinden jullie de beste? Heb je er ervaring mee? Heb je ermee gespeeld in een draft? Of heb je zoveel geld dat je die hebt gebruikt? En vind je het een aanrader of een afrader? Laat het weten in de reacties. En dan kunnen we een speler toe gaan voegen als controlerende middenvelder aan dit team. Ja, en daar zijn we dan in de gameplay. En we gaan ons team testen in 3 rifles potjes. En ik zit in divisie 2 met Division Rivals. Dus zoals je weet is het niet heel makkelijk. FIFA 20 is een moeilijk spel om te spelen. Er gebeurt niet heel veel in wedstrijden. Spelers spelen vaak met hun team heel ver naar achteren. Hè. Dropback, depth 1, 2 of 3 streepjes. Want dan maak je de meeste kans. Dus ja, dat is momenteel de meta. Maar het zorgt niet voor de allerleukste gameplay. Dat zul je ook wel in deze gameplay
zul je dat wel gaan zien. Het is niet heel spectaculair allemaal. Ik probeer wat beelden aan jullie te laten zien. Maar dit eerste potje gaat eigenlijk helemaal niet zoals ik had gehoopt dat het zou gaan. We komen 1-0 achter. Maar ja, dat is ook de realiteit. En ik ga dan niet die eruit laten omdat het niet goed gaat. Ik kom 1-0 achter. Straks komen we ook nog 2-0 achter. Hier kregen we wel een goede kans. We spelen door zijn verdediging heen. En Griezmann krijgt een schotkans, maar die mist hij. Want hij wordt geblokt. Inmiddels staan we dan 2-0 achter. En hebben het heel lastig in dit potje. Creëren heel weinig kansen. Toch even wennen dan waarschijnlijk. Met nieuwe spelers spelen. En ook in dit eerste potje merkte ik wel meteen dat ik graag een andere speler als Sissoko wou. Op die CVM. Want met Kante en Sissoko heb je gewoon twee brekers. Maar beide niet echt fijne voetballers. Ik heb trouwens in de 4-2-3-1 en de 4-4-2 gespeeld in deze gameplay. 4-4-2 geniet toch nog steeds wel mijn voorkeur het meest. 4-4-2 tegen goede spelers vind ik dat ook het meest prettig om te spelen. 4-2-3-1 met een 10 en 2 wat meer naar binnen getrokken aanvallende middenvelders. Vind ik wat lekkerder als je tegen spelers speelt waarvan je weet dat ze wat minder goed zijn. Want dan heb je 4 spelers in de as waarmee je kan spelen. En dan heb je net iets meer dreiging vooruit. Verdedigend is 4-4-2 denk ik iets beter. Nou, hier creëren we dan een goede kans met Messi in de 85e minuut pas. Maar die wordt uit de kruising getikt. Dat is een goede actie, goed schot. Maar het mocht nog niet zo zijn. Dus we blijven 2-0 achter staan. En vervolgens komen we straks in de allerlaatste minuut komen we er nog één keer uit. Hier proberen we door te komen met Kante en Messi. Via de combinatie met Mbappé. Maar dan verliezen we de bal weer. Ja, ik speelde ook slordig dit eerste potje. Ik merkte dat ik echt moest inkomen weer. Wat ik wel vaker heb. Daarom speel ik altijd eerst ook even een potje Rivals. Voordat ik bijvoorbeeld Weekend League ga spelen. Even een warming-up potje. Zodat je niet koud in je Weekend League gaat beginnen. Want dan kan je wel eens tegen een domper aanlopen. Ja, als je heel weinig losses mag hebben. Ja, dan kun je dat niet veroorloven. En dit is dan die allerlaatste aanval. Waar Messi goed combineert met Mbappé. Die komt door aan de linkerkant. Dan doet hij alsof hij of de tegenstander denkt dat ik naar rechts ga. Maar ik doe een heel-to-heel. En ik score de 2-1. Maar we verliezen. En we gaan door naar het volgende potje. Waarin we een betere wedstrijd spelen. Waarin we wel heel dominant zijn. Meer kansen kunnen creëren. Heel veel op de helft van de tegenstander. En balbezit zijn. En vervolgens ook aardige kansen creëren. Hier is de eerste met Mbappé. En die zit er meteen in de 7e minuut. Weer zo'n heel-to-heel. En dan een low-driven schot in de linker onderhoek. Goeie actie. Militao volgens mij of Varane. Ik weet niet, op het verkeerde been. En de keeper kan daar niet bij. Dat is een goede start van deze wedstrijd. Volgens zijn we in de 11e minuut. Witzel van hem aan de bal. Gamero. En dan lopen we toch even achter de feiten aan. Dan denk je van Langlet kan dit wel goed maken. Maar die wordt heel makkelijk uitgekapt. Maar vervolgens haalt Varane via Ter Stegen de bal van de lijn. En komen we dan toch niet op achterstand. Sancho probeert nog een mooie actie, maar ook dat lukt niet omdat we die actie volledig door hebben. En dan breken we uit met Messi, Griezmann en Mbappé. Steek op Messi, maar dan is hij net niet sterk genoeg om daar het duel te winnen. Sissoko, nou dat is een beetje het verhaal van Sissoko. Dit soort passes leeft hij best wel vaak in en dat irriteert me mateloos. Daar moet dus een icon te komen te staan. Laat even weten in de reacties wie jullie vinden dat die icon of wie die icon moet zijn. En hier zag je nog een grote kans met Griezmann. Dan wil je hem gewoon first time meteen in de korte hoek schieten. Alleen ja, Griezmann heeft natuurlijk niet zo'n heel goed rechterbeen. En dan zijn dit gewoon ballen die bij hem er niet ingaan. Ik hoop dan, als ik deze krijg, dat hij hem gewoon met links op doel schiet. Want dan is de kans groot dat hij wel zit. Maar hij schiet met rechts en dan is de kans heel groot dat hij die mist. Vervolgens hier Messi op de rand 16. En die moet je niet laten schieten met zijn linker. Want die plaatst hem snoeihard in de lange hoek. En dan staan we na 28 minuten 2-0 voor in dit tweede potje. En gaat het hier een stuk beter. Denk ik goed met draai te hebben gevonden. En blijven ook maar kans creëren. We onderscheppen vaak passes van de tegenstander. Hier speelt Sissoko wel een goede bal. Messi met een fake drag-to-drag. En dan is dit een goede pegel van Messi in de lange hoek. En is het 3-0 na 37 minuten. En dan volgens mij rage quit ons tegenstander. Ja, dat klopt. Die rage quit. En dus winnen we dat potje makkelijk. En dan gaan we door naar het derde en laatste potje. Waarin ik dit team test. Mandy steekt hier Heung-min Son weg. In een moeilijke eerste helft. Waarin ik tegen een prima tegenstander zit. Son doet dit goed met de balrol. Maar dan deze paas. 5-star weak foot heeft hij. En hij speelt hem 3 meter achter Mbappé. Ik snap daar dan helemaal niks van.
Maar goed, Mbappé maakte er nog wat van. Alleen die bal gaat er niet in. Dus het is 0-0 met rust. En dan zijn we aan het zoeken. Kante, Mbappé, een dot van een kans. Maar hij schiet en hij wordt gered door volgens mij Marc-André Ter Stegen. Het is Handanovic. Ter Stegen natuurlijk, de meta-keeper van FIFA 20. Maar hij wordt gered door Handanovic en het was überhaupt buitenspel geweest. Dus hij had niet geteld, maar het is wel een grote kans. En dan hier Griezmann. En eigenlijk grijpt niemand van de tegenstander in. En dan schiet hij hier wel met zijn linker. En dan schiet hij hem dus binnen. Hard in de korte hoek. En dan komen we op 0-1 voorsprong. Dan denk je, want ik was echt beter dit potje van... Nou, dat gaat goed nu doorpakken. En dan is het 2 minuten later. Wordt Langlais, Varaan, wordt tegengehouden door Neymar. Als je dat goed terugkrijgt, zie je dat Neymar Varaan het tegenhoudt. Waardoor ik niet druk kan zetten met Varaan op de bal. En dan schiet hij de rebound er ook nog in met... Neymar. Maar goed, geen man overboord. We gaan door. Son komt hier aan de linkerkant met de bal. Balrol. Terugkappen. Wachten. Messi draait naar links. En schiet 2-1 binnen in 71 minuut. Goeie goal weer. Dus we staan weer op voorsprong. Maar zoals dit potje... Zoals net ook al in dit potje. Geven het snel weg. Hier nog Langlais. Saint-Maximin. Fantastische speler trouwens om in je ploeg te brengen. Saint-Maximin. Doet dan een balrol. Chop. Hier. Oh, en deze goal. Jongens, niet normaal. Het is 2-2, maar vervolgens maken we er toch 2-3 van. Wat een goal van de invaller. Alain Saint-Maximin, top invaller. Hij doet een prachtige... Hé, nu heb je mij helemaal. Een schitterende actie. En vervolgens zit die bal van Saint-Maximin erin. Het is een... wat deed hij? McGiddy spin deed hij om hem af te maken. En winnen we dus uiteindelijk toch dat potje met 3-2. We winnen 2 van de 3 potjes waarin we ons nieuwe team testen. Er moet nog een vervanger komen voor Sissoko. Het liefst een icon op CVM. Ik denk aan Seedorf 88, Petit, Eschen, Desailly eventueel. Of 86 Gullit. Dat zijn wel de opties. Ik zelf neig heel erg naar 88 Seedorf. En ik denk dat dat hem ook gaat worden. Maar vind je dat een slecht idee? Laat dan in de reacties weten welke speler ik wel moet halen. En waarom het een slecht idee is om 88 Seedorf te halen. Dan wil ik jullie allemaal weer onwijs bedanken voor het kijken van deze video. Doe even een duimpje omhoog, zodat je geabonneerd bent op mijn kanaal. En zodat je het belletje hebt ingedrukt, zodat je niks mist van de video's op mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag weer de volgende keer. Ciao!